stapelgek van die harde muziek. Als men begint bij het beluisteren van de house muziek, dan zal men op een gegeven moment moeite gaan krijgen met bidden. Men zal ook op een gegeven moment niet meer naar de kerk mee willen gaan met hun ouders. Je ziet veel dat ze de haar kaal scheren. Ze worden eigenlijk van God afgesneden, omdat ze zich laten arresteren eigenlijk door de house muziek wat van Satan zelf is. En je raakt helemaal in extase. Nou, dat heeft de schepper van hemel en aarde nooit gewild. Die wil rust in ons leven. U schrijft, u zag de jeugd veranderen in een willoze kudde dansend vee. U meent dat, hè? Dat meen ik, want anders had ik het niet geschreven. De duivel kreeg ze in hun greep. Ja, want die muziek, daar zit achter eigenlijk de duivel. Die wil zo de jongeren proberen te indoctrineren, dat ze alles in onze maatschappij kapot maken. En dat komt ook al in het liedje, tot uiting, alles naar de kloten, nou, alles kapot. Jongeren kapot. Dat ritme op te volgen, en dat kan niet. Ach, Remco-stijl. Drie per minuut.
60 kilometer per uur. Alle van de doel is toch wel leuk. Leuk. Ja! Oh, jij bent nep en ik ben erg house.